Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Af en toe vind ik het wel lekker om een dag te hebben die niet in het teken staat van allemaal verplichtingen. Zodat ik lekker de tijd voor mezelf kan nemen. Tijdens een self-care day is mijn grootste doel om dingen uit te voeren die mij op dat moment gelukkig maken. Denk dan aan uiterlijke verzorging en rustmomentjes. Deze video is tot stand gekomen omdat Sanatuur aan mij had gevraagd hoe mijn ultieme self-care dag eruit ziet. Dus ik vond dat super leuk. Ik zal straks meer over het merk vertellen, maar laten we maar snel met de dag beginnen. Het is op dit moment bijna 7:45. Het is nog redelijk vroeg, maar zoals jullie waarschijnlijk al weten, ben ik echt een ochtendmens. Dus ik heb totaal geen moeite om 's ochtends vroeg uit mijn bed te gaan. Ik kan ook niet uitslapen, maar ja, aan de andere kant vind ik het wel lekker, want dan heb ik meer aan mijn dag. Dus ik ga zo even een ontbijtje maken, want ik heb aardig wat trek. We gaan havermout maken en ik doe eigenlijk alles een beetje gevoelsmatig. We hebben havermout nodig. En dan hebben we melk nodig. Op dit moment heb ik halfvolle melk, maar soms neem ik sojamelk of amandelmelk. Het is uit een magnetron. En wat ik dan doe, doe een beetje kaneel. En dan ook nog een beetje honing. En dan mix ik dit. En als laatst voeg ik wat appelstukjes toe. Dit doe ik niet altijd, of nou ja, bijna wel. Ik vind het heerlijk om gewoon in mijn bed te ontbijten. En ik heb ook zo'n tafeltje, daar kan ik gewoon van alles en nog wat opzetten. Heerlijk. Ondanks dat ik vandaag geen verplichtingen heb, vind ik het toch wel even fijn om voor mezelf een kleine planning te gaan maken van wat ik vandaag nou wil gaan doen. Ik ben sowieso van plan om uitgebreid te gaan douchen, want dat vind ik heel erg fijn. Maar voordat ik dat wil gaan doen, wil ik nog eerst een haarmasker in mijn haar doen, een gezichtmasker aanbrengen en al die dingen. En dan wil ik ook nog mijn lichaam scrubben en als ik heb gedoucht wil ik fijn ondergoed aantrekken, want dat zit natuurlijk heel erg comfortabel. En naast dat wil ik ook een comfortabele outfit. En oké, nu heb ik ook wel iets comfortabels aan, maar we gaan gewoon de hele dag door in iets comfortabels spenderen. Een self-care day is natuurlijk altijd heel erg lekker, maar het is extra fijn als het de tijd van de maand is. En over de tijd van de maand gesproken, als ik ongesteld ben, gebruik ik de producten van Sanatuur. Want mijn down there area is daar dan extra gevoelig. Ik gebruik meerdere producten van hun. Ik heb hier maandverband en inlegkruisjes, maar ze hebben ook tampons, maar mijn voorkeur gaat uit naar deze producten. Sanatuur is gemaakt van 100% katoen en heel zacht. Waardoor het beter ademt en je comfortabeler door je ongesteldheid doorgaat. Ik voel het eigenlijk bijna niet in mijn onderbroek zitten. Dus dat is super fijn. Ik zal hieronder in de beschrijving even wat meer informatie over het merk plaatsen. Mocht je er geïnteresseerd in zijn en het ook willen kopen als je ongesteld bent. Je kan het onder andere halen bij Ethos, Kruidvat, Trekpleister, DA en Jumbo. Dus ja, als ik het nodig heb, gebruik ik het. En ik gebruik eigenlijk op dit moment geen ander maandverbandmerk. Mijn officiële self-care day gaat van start. We hebben hier een haarmasker die ik ga gebruiken. Deze laat ik dan intrekken. Normaal gesproken maak ik mijn haar eerst even nat, maar dat doen we niet. Dan ga ik even mijn gezicht reinigen met micellair water. En dan wordt het tijd voor een gezichtsmasker. Ik laat het even intrekken en dan ga ik straks onder de douche het afspoelen. Ik ben weer fresh en clean. En nu wordt het tijd om een outfit voor vandaag uit te kiezen. Kijken waar we vandaag zin in hebben. Ik heb al een ondergoed setje uitgekozen. Normaal gesproken draag ik echt huidskleurige onderbroeken. Heel erg basic. Misschien een beetje too much information. Maar ja, het hoort er ook bij. Maar ik vind deze heel erg mooi en hij zit ook lekker comfortabel. Dus dit ga ik vandaag aandoen
En dan met deze joggingbroek. Alleen ik weet nog niet wat voor bovenstuk ik erbij ga doen. Dus daarvoor moet ik nog eventjes mijn kast induiken. Ik heb uiteindelijk hetzelfde vest aangetrokken die ik vanochtend ook aan had. Want hij was eigenlijk nog zo goed als schoon. Maar ik heb gewoon een simpel topje. Eigenlijk is het niet een compleet andere outfit dan vanochtend. Alleen heb ik een joggingbroek aan. Maar oké, ik heb een kleine beauty station gemaakt. Met mijn multifunctionele tafel. Over het algemeen draag ik niet mega, mega veel make-up. Maar ik vind het wel fijn om toch iets van make-up aan te brengen. Ik begin eerst even met een gezichtscreme. Ik kan echt niet met witte kleding omgaan. Ik heb nu al make-up op mijn broek gemorst. Dat is zo stom. Maar ik ga mijn wenkbrauwen een heel klein beetje bijtekenen. Niet heel veel. Vandaag verlaat ik mijn bed gewoon niet. We hebben nu van een beauty station een nagelsalon gemaakt. Ik heb hier ook een nageldroger en hier heb ik al mijn benodigdheden liggen. Ik ga eerst mijn handen verzorgen. Dat doe ik veel te weinig. Ik heb hier handcreme. Op zich zijn mijn nagels redelijk kort, dus daar hoef ik eigenlijk niet echt veel mee te doen. We hebben hier een care and repair pen. Voor je nagelriemen. Vroeger ging ik wel eens naar de nagelsalon om gellak te plaatsen of nepnagels. Maar ik wil dat gewoon ook in de toekomst niet meer doen. Omdat ik het één te duur vind. En ja, je moet het gewoon steeds bijhouden. En dat vind ik gewoon zonde. Eén keer in de zoveel tijd is het misschien wel leuk. Maar het is wel, als je er eenmaal aan begint, is het gewoon een soort van verslaving. Stap 1 is een primer. Yeah. En ondertussen ga ik gewoon even lekker op mijn telefoon. Normaal gesproken ben ik echt een partijtje ongeduldig als het gaat om nagels lakken. Maar met zo'n lamp is het heel erg fijn, want dan weet je van, oh, je hebt nog zoveel seconden te gaan. En ik vind dit leuker dan gewoon normaal lakken. Het heeft eventjes geduurd, maar mijn nagellak zit er eindelijk op. Mijn linkerhand is beter gelukt dan mijn rechterhand. Ik ben ook rechtshandig, dus dan is het wel logisch dat mijn linkerhand dan wat mooier is. Ik ben heel erg perfectionistisch als het gaat om nagelslakken, want ja, ik ben geen pro. Dat komt omdat ik het gewoon veel te weinig doe. Als ik dit op wekelijkse basis zou doen, dan wordt het wel wat mooier en maar nu... Ja, het is ook gewoon een kwestie van oefenen. Ik ben blij dat ik dit wel heb gedaan, want ik stel het altijd uit en ik doe het letterlijk bijna nooit. Maar ik ben wel blij dat ik vandaag mijn nagels heb gelakt en heb verzorgd, want ze voelen nu wat chiller aan. Want normaal gesproken zijn mijn handen heel erg droog, maar ja, ze voelen verzorgd aan, ze zien er verzorgd uit. Ik heb ook even wat ringetjes omgedaan. I'm happy. Zo. Ik heb oprecht last van mijn buik. Dus ik heb een kruikje gemaakt. En ik denk dat ik nu maar gewoon lekker in bed ga chillen. Ik heb mijn zoutlamp aangedaan. En op de dag dat ik dit film is het echt raar weer. De ene keer schijnt de zon heel erg. Eigenlijk heb ik wel de perfecte dag uitgekozen om een self-care day te houden. Ik denk dat ik voor vandaag mezelf ga verwennen voor lunch. Dus ik ga geen lunch klaarmaken, maar lunch bestellen. Maar voor nu ga ik even chillen.
iets wat ik niet vaak doe, maar wat ik wel vaker zou moeten doen, is journalen. Want ik vergeet gewoon hoe fijn het is om dingen op te schrijven. Ja, dit kan van alles zijn. Dit kunnen je gedachten zijn. Of andere dingen, weet je, waar je mee zit. Of wat je kwijt wil. Dus ik ga gewoon voor een aantal minuten op papier van alles en nog wat schrijven. Het is gewoon fijn om mijn gedachten leeg te maken. Mijn eten is gearriveerd. Ik heb aardappel, ik heb een bol en ook nog een side dish. En dit maakt me zo blij. Oh. Ik heb hier zoveel zin in, jongens. Niet normaal. Ik heb intens genoten van mijn lunch. Het voelde echt goed. Nu heb ik een beetje een after lunch dip. Dus ik ga weer snel mijn bed in. Zo. En de rest van de middag ga ik deze plek denk ik niet verlaten. Of nou ja, af en toe ga ik wel even in de woonkamer zitten. En misschien wat eten pakken, wat drinken pakken. Maar we gaan gewoon lekker. Relaxen. Ik ben ook benieuwd hoe jullie self-care dag eruit zien. Breng je ook een masker aan? Relax je ook? Of doe je compleet andere dingen? Laat het vooral hieronder in de reacties achter. Mocht je nou hebben genoten van deze video, doe dan vooral een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat ook vooral in de reacties weten wat voor soort video's jij de volgende keer van mij wilt zien. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!